FAO heeft in samenwerking met de ILO met succes de uitvoering afgerond van een uitgebreid capaciteitsversterkend trainings- en coachingprogramma voor 24 landbouwcoöperaties in alle 10 districten van Suriname. Bijna 80 coöperatiebesturen hebben hun organisatie, werkzaamheden en managementvaardigheden versterkt. Dit initiatief werd uitgevoerd als onderdeel van het SAMAP. De coöperaties hebben een intensief en interactief proces doorlopen dat was afgestemd op hun specifieke behoeften, context en realiteit van de coöperaties in Suriname. De kick-off van het Makandra-project Coastal Management and Urban Resilience heeft op 30 oktober plaatsgevonden. Het Makandra-programma is een samenwerking tussen overheden op diverse gebieden zoals justitie, klimaat, water, defensie, politie en nog veel meer. Het doel van deze samenwerking is het voeren van gesprekken om zodoende kennis uit te wisselen en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Oplossingen die van belang zijn voor zowel Suriname als Nederland. Met de certificaatuitreiking aan 53 vaktechnische krachten die gedurende 4 maanden met succes de reguliere avondtrainingen Gawasa, elektrohuisinstallatie en koeltechniek hebben doorlopen, heeft SAO wederom een stap voorwaarts gezet ter concretisering van het werkgelegenheidsbeleid van het ministerie van AWJ. De deelnemers kregen hun certificaat op 30 oktober 2023. De meeste deelnemers hebben zich op eigen initiatief aangemeld voor de trainingen. Maar ook hebben bedrijven enkele van hun personeelsleden aangemeld.